Hoi, mijn naam is Karen van den Kemp. Ik ben al heel wat jaren hier werkzaam binnen de klinische farmacie, bij de afdeling VTGM. En dat staat voor toedingen gereed maken. En vandaag neem ik jullie mee met mijn werkdag. We zijn nu in de voorbereidingsruimte. Zoals je ziet heb ik het pak aangetrokken wat we aan hebben overdag. En in de voorbereidingsruimte leggen we alle infusen klaar, zoals infusen voor behandeling met cytostatica. En dat is niet het enige wat we bereiden. We bereiden ook voedingen voor en ook oogmedicatie die we klaarmaken. Als ik 's ochtends hier op mijn werk kom, dan starten we altijd met cytostatica bereiden. Dat doe je niet alleen, want dat mag ook niet. Maar dan heb je iemand die bereidt. En samen met de omloper, die controleert alle volumes, of je de juiste flaconnen hebt, maak je samen de bereiding. En als het klaar is, dan wordt het infuus ingepakt en wordt het gecontroleerd door de apotheker. En dan kan het naar de afdeling. Nou, de ziekenhuisapotheek is heel anders dan de openbare apotheek. We hebben hier geen nauw patiëntencontact, maar we zijn echt een ondersteunende dienst. Maar verder hebben we wel heel veel contacten met alle andere afdelingen hier van het ziekenhuis. Dus dat maakt het wel bijzonder en ook gevarieerd. We zijn nu in een andere ruimte. In deze ruimte trekken we elke dag de spuiten op voor de intensive care. Dit doen we met z'n tweeën en dan de ochtend en de middag. Nou, ons team is allereerst hartstikke gezellig. We zijn harde werkers en er is ook een goede samenwerking met elkaar. Nou, vanaf dag 1 vond ik de sfeer binnen CWZ heel fijn, gemoedelijk en ook open. Ik ben trots op mijn werk omdat wij hebben een ondersteunende rol en we zorgen ervoor dat de patiënt de juiste medicatie krijgt. Nou, ik vond het erg fijn en gezellig om jullie mee te nemen vandaag. Heb je meer interesse, kijk dan op de site van CWZ en anders neem contact op.